Voor de kust en dicht bij de monding van onze rivieren komen wij bomen tegen met unieke eigenschappen. Het vreemde wortelstelsel springt direct in het oog. Bij de een steken er wortels uit de bodem op en bij de andere groeien de wortels boven de grond. Maar de betekenis van deze bomen is veel meer dan op het eerste gezicht lijkt. Maak kennis met de mangrove. De betekenis van de mangrove voor ons begint pas de laatste decennia duidelijk te worden. Wereldwijd komen er meer dan 50 mangrovensoorten voor. Zo zijn de mangroves te vinden langs de kust van Afrika, Azië, Noord- en Zuid-Amerika, Australië en het Caribisch gebied. Hoe bekend is de mangrove bij het publiek? Weet u wat mangrove is? Mangrove, dat is een waterplant, toch? Dat langs de kust ligt en met worteltjes zo. Het is een boomsoort die langs de rivieren groeit, langs de kust, Surinaamse kust. Maar het zijn een heleboel grote bossen zo, langs de rivier. Zou je me kunnen zeggen wat mangrove is? Mangrove is een verzamelnaam voor bossen. Onder andere Parwa, mangrove en Akira. Kan u me vertellen wat mangrove is? Dus mangrove zijn een soort van net als bomen. Dus gewoon echt dun. En ze groeien aan de uiteinde van een rivier. Van rivieren, aan de oppervlakte daar zo. Is jouw plant die zit daar? Ja. Nee, nooit meer. Nooit in een sapje? Nooit. In een sapje ei komt voor? Nooit. Nooit? Nee. Mangrove is de verzamelnaam voor de Parwa, de mangrove en de Akira. De mangrove beslaat ongeveer 100.000 hectare van onze kustvlakte over een lengte van 375 kilometer met een gemiddelde breedte van 3 kilometer. Dit varieert afhankelijk van de plaatselijke erosie en aangroei. De aanwezigheid van mangrove is te danken aan de modderbanken voor de kust. Als eenmaal modderbank gevormd is en niet vaak onder water loopt, dan zal zo'n modderbank in feite bezaaid worden op den duur met zaadjes. Van waar komen die zaadjes? Vanuit het gebied waar water naar ons kant toe stroomt, buiten praten. Hoofdzakelijk vanuit onze eigen kuststreek. Nu hebben we hoofdzakelijk zaadjes van die soorten welke in deze buurt in feite groeien. En dat zijn dus wat we kennen hier drie grote typen. Hier, dit is de witte mangrove, omdat ze korte ronde blaadjes hebben, hè, een beetje wit. En het groeit dus ook dicht bij de monding, dicht aan de kustlijn. Je hebt daarna Avicennia geminensis, de Parwa. En deze met lange bladeren. Heel mooi te zien. En je hebt nog een andere wat we mangrove noemen. Dat is dus Rhizophora mangle. En die hebben dus luchtwortels wat we noemen hier. Deze hebben ademwortels, deze type. Ja, hebben ademwortels. Ze komen van beneden naar boven. Van mangrove van Rhizophora komt van boven naar beneden. En de witte mangrove. Ja, die hebben een soort horizontale wortels, dikke wortels. Die zijn niet zo. Het ligt daartussen. De red mangrove. De red mangrove met de zo karakteristieke steltwortels vormt vaak dichte bossen die, al naar omstandigheden, 10 tot 15 meter hoog kunnen zijn. De mangrovebomen zijn de belangrijkste pioniers van de modderbanken. Met name in de binnenbochten van de rivieren spelen ze een belangrijke rol bij de oeveraangroei, daar hun wortels de modder vasthouden. Mangrovebomen bloeien het gehele jaar door. Om moeilijkheden bij de ontkieming in de slappe modder te voorkomen, kiemt het zaad reeds in de vrucht tot kiemplanten, die torpedo's worden genoemd. De torpedo's zijn aan de punt het zwaarst. Vallen ze in het water, dan drijven ze als dobbers de zware punt naar beneden gericht.
Zulke drijvers kunnen in een zachte modderbank vastraken zodra het water lager wordt. Als de torpedo's van de moederboom loslaten en zich gelijk vastpriemen in de modder, groeien zij meteen uit tot nieuwe mangrovebomen. De white mangrove. De white mangrove is in Suriname bekend als Akira. De Akira kan 12 tot 18 meter hoog worden. De schors van de boom is ruw en gespleten en afhankelijk van de omgeving zijn er ademwortels aanwezig. De Akira heeft leerachtige bladeren die rond zijn aan de basis en de top. De Akira bevat kleine witte bloemtrossen die kleine groene vruchten produceren. Net als bij de andere mangrovebomen blijven de zaden op de moederplant. Na de periode van zaadrijping laten zij los en kiemen zij spontaan direct na het afvallen. De parwa. De parwa of black mangrove staat bekend om haar ademwortels, pneumatophoren, die massaal uit de modder omhoog steken. Deze ademwortels voorzien de plant van zuurstof en geven de boom een grotere stabiliteit, zelfs bij het optreden van erosie. De parwa heeft smalle, langgerekte bladeren met puntige uiteinden die soms donker en of witachtig zijn. Parwabomen bloeien het gehele jaar door en produceren het gehele jaar door vruchten en zaden. De zaden worden het gehele jaar door drijvend in zee en getijdenkreken aangetroffen. Ze spoelen aan tot waar het getij binnendringt in swampen, kreken en rivieren. De naam black mangrove is te wijten aan de kleur van het hout, welke donkerbruin tot bijna zwart is. De mangrove is aangepast aan het leven in brak- en zoutmilieu. Deze speciale aanpassing betreft naast het unieke wortelstelsel ook concentratie van het zout in het plantensap, beperking van het binnendringen van zoutwater door de wasachtige buitenlaag van de bladeren, het ontdoen van overtollig zout door deze af te scheiden via de poriën op de bladeren en het verwijderen van zout door het te concentreren in takken en bladeren voordat ze afvallen. Een organisatie die zich al langer over de mangrove ontfermt is de Suriname Conservation Foundation. De Suriname Conservation Foundation heeft als belangrijkste doel het beschermen van de biodiversiteit in Suriname, in ons land. En die biodiversiteit, daar zijn wij bijzonder rijk aan. Wij moeten er dus voor zorgen dat deze biodiversiteit wordt behouden. De biodiversiteit, eigenlijk biologische diversiteit, is meer dan alleen maar natuur en biologie. Het is het geheel van wat wij hier in Suriname aan mogelijkheden hebben om de planten en de dieren te laten bestaan, maar ook de lucht schoon te krijgen. Wij leven dan ook hier in Suriname gelukkig nog in een bijzonder schone atmosfeer. Wij zijn ook het groenste land ter wereld. De mangrove is wat dat betreft dus bij uitstek de mogelijkheid om deze biologische diversiteit in het kustgebied te huisvesten. Mangrove in Suriname komt op verschillende plaatsen voor, maar bij onze kusten is hij heel mooi omdat hij daar in samenspraak is met de wetlands, de brakwaterswampen die achter de kusten zijn. Deze wetlands zijn eigenlijk de kraamkamers van het zeeleven, van de garnalen, van de vissen, van alles wat daarmee te maken heeft. Het is daarom zaak dat wij hier in Suriname de mangrove handhaven en zo goed mogelijk intact laten. De mangrovebossen, een multifunctioneel ecosysteem. De mangrove voor kustbescherming en landaanwinst. In het verleden werden de mangrovebossen gezien als wastelands, gebieden die als broedplaats dienen voor muskieten en ander ongedierte. De mangrovebossen werden zelfs als vuilstortplaats gebruikt, wat helaas tot heden nog het geval is.
Men ging er ook toe over om de mangrovenbomen te verwijderen. Het gevolg was dat in gebieden waar de mangrove verwijderd is, er vaak snelle erosie van de kustlijn optrad. Waar we nu staan, het was gewoon parwabos hier, mangrovenbos. Wat we nu hier staan, van hier uit, laten we zeggen, 800 meter, was parwabos. Maar we hebben 20 jaar lang hier land verliezen. Dus ik probeer dit oord te beschermen op een andere manier. En de rest is zitten aan beide kanten, dat de zee heeft alles meegenomen. Hè. Binnen 20 jaar is 1 kilometer land in land in Wars binnen afgevreten door de zee. Die mensen hebben gekapt hier en geplant. Dat heeft het proces een beetje versneld. Hè. Maar het zee werkt zo. De zee werkt zo wel. Vanaf ik hier kleins af was, kwam ik hier. De zee bracht de klei. En toen moest deze kreek die het water afvoer vanweg naar de zee, naar de zee. Die moet telkens opgeschoond worden. Die klei, de modder moest weggehaald worden. Zodat het water kan naar de zee toe kan gaan vanweg naar het gebied weg naar de zee. Dus met die verstand, de zee bracht die modder. Dan moest die lozing opgegraven worden. Maar nu is het een tegendeel, de zee neemt zelf weg. Een van de functies van mangroven is de beschermende functie. Bescherming tegen de oprukkende zee, tegen de golven. Mangroven zorgt ervoor dat wanneer golven binnenkomen, dat deze golven worden afgebroken. En u weet dat golf komt met heel veel sediment. Sedimenten zijn fijne deeltjes die in het water in feite drijven of zweven en meekomen. En wanneer de snelheid van zo'n golf afneemt, dan hebben de kleine deeltjes kans om te bezinken. Ze bezinken en daardoor krijg je dus ook landaanwinst. Want het water brengt land aan de kustlijn. Waar het neer wordt gezet, je krijgt landaanwinst. Zo heeft de mangrove, biedt mogelijkheden, zorgt ervoor, creëert de condities voor aanwinning van land. Tegelijkertijd biedt de bescherming, omdat de kust niet meer weggaat. Maar naast de bescherming, naast de landaanwinst, zorgt ook ervoor dat op den duur het zeewater niet te ver binnendringt het land. Dus verziltingsprocessen, verzoutingsprocessen vinden niet meer plaats. Als de zon er maar is, als de hoeveelheid mangrove daar blijft staan. De mangrove, de kraamkamer van onze vissen, garnalen en schelpdieren. De mangrove wordt nu gekenmerkt als een key habitat voor de visserij vanwege de kraamkamerfunctie voor de zee- en riviervissen en garnalen. Door de grote rijkdom aan vissoorten leveren de mangrovebossen een essentiële bijdrage aan de commerciële visserij op modderbanken, in benedenrivieren en in riviermondingen. Mangrovebossen zijn hele grote productiesysteem in Suriname, zeer belangrijk voor de visserijsector. Waarom dit wordt gezegd is vanwege de functie van nursery, dus kraamkamerfunctie. Door de werking van zeewater en de influx van rivierwater ontstaat er een vrij goede lokale situatie die zich leent voor het verder groeien van vislarven. Ook krabben en garnalen komen er aan hun trekken. Deze vissen vormen goede voeder voor de vogels. Dus als voederplaatsen voor de vogels zien we dus in de mangrovebossen grote vluchten aan rode ibissen, snipjes en andere sabaku-soorten. Tegelijkertijd zien we dat door de samenstelling en de groei van deze mangroven je ideale plekken hebt waar deze vogels zich kunnen broeden. De trekvogels die er tijdelijk komen naar onze kust, hebben er ideale overnachtings-, broed- en voederplaatsen aan. Zie daar, dus de interactie tussen vogels en vissen maakt dat de mens ervan kan profiteren. Toerisme in deze gebieden neemt toe en dat heeft te maken met en het voorkomen van een hoge variëteit en hoeveelheden van vissen,
maar ook wel de unieke en grote vluchten aan vogels. De vissers die vinden er ook een inkomsten aan, een living. We weten reeds dat ongeveer 1000 gezinnen hun inkomsten hebben uit die zeevisserij, kustvisserij en panvisserij afkomstig uit Bigipan. U ziet dus dat in Suriname de economie heel veel kan profiteren van het instand houden van deze mangrovenbossen. De mangroven en ecotoerisme. Andere dieren die ook een tehuis vinden in de mangrovenbossen zijn onder andere kaimannen, zeeschildpadden en vogels. Vooral de vogels vormen een trekpleister voor de toeristen. Nou, in onze mangrovenbossen komen er een aantal soorten dieren voor. Bepaalde hebben een beschermde status, bepaalde niet. Ik kan ze noemen, het gaat om spookkrabben, het gaat om krabdagoes, het gaat om jaguars, het gaat om roofvogels, die overigens beschermd zijn allemaal, maar het gaat ook om kustvogels. Vogels die langs de kust voorkomen, daar hun eten vinden, daar broeden in de bomen, in de mangrovenbomen. En we hebben ook zwervers, dat zijn de vogels die uit de naburige landen naar Suriname komen, in de mangrovenbossen, en daar hun voedsel vinden. We hebben ook trekvogels die uit Noord-Amerika naar Suriname komen, onder andere om hier hun voedsel te zoeken. En we hebben de standvogels, vogels die in Suriname blijven het hele jaar door. We hebben de rode ibissen, we hebben de chongchongs, we hebben de snipjes, maar we hebben ook een aantal soorten die misschien niet zozeer bekend zijn bij de mensen, zoals de Amazone ijsvogel, zoals de blue wing, de krauw-krauw, de arapapa, de ningelikopu, de fregatvogel bijvoorbeeld, en de blauwe kemphaan. Het zijn allemaal vogels, maar er zijn nog meer soorten vogels die dus voorkomen in deze gebieden. De mangroven en de landbouw. We zijn bekend met de honing die wordt gewonnen uit de mangrovenbossen. Maar wist u dat het samenspel tussen de mangroven en de bij ons meer biedt dan honing alleen? Hier in deze gebieden, op weg naar zee, plaats ik dan de bijen die ik dus vang. Om meer als functie voor het bestuiven van de landbouwvelden, bestuiven van de mangroven. En uiteindelijk ook een toegevoegde waarde voor eigenlijk een product en dat is honing. Door bestuiving heb je natuurlijk meer productie. Als je dus in principe je bijen hier hebt in je landbouwvelden, is het natuurlijk een voordeel dat de gewassen die bestoven worden, dan uiteindelijk veel makkelijker groeien. De vruchtdragers zoals de citrus, de andere soorten zoals boulanger, antrua, die worden dus ook allemaal bestoven waardoor de vruchten en groter worden en mooier worden. En je hebt het voor dat je ook dus meer producten haalt eruit. Omdat je dus door bestuiving stimuleer je eigenlijk de vrucht om heel snel en makkelijker te gaan groeien. En vandaar dat we dus hier de bijen ook hebben staan, waardoor ze hier op de dam staan. Aan de ene kant heb je dus de parwa en de mangroven en aan de andere kant heb je dus het bestuif van onze landbouwvelden. Het is nu eb en het water stroomt nu uit het mangrovenbos naar de zee toe. En het is duidelijk te zien aan de kleur van het water dat wij dus nu niet die echt sterke koffiekleurig water hebben, maar dat het toch een beetje aan het heldere kant ligt. Met andere woorden, een hoop sediment dat binnenkwam, keert niet meer terug naar de zee toe. En dus heb je een meer helder water. Dit is een andere functie van mangroven, een verschoningsfunctie zoals genoemd wordt. Dus water, vervuild water, aanstekens, komt binnen en gaat relatief schoon water naar buiten. Dat gebeurt ook wanneer het water vanuit bovenstrooms naar beneden zou gaan. Dus bijvoorbeeld water vanuit afvalwater vanuit stedelijke gebieden in de mangroven zou worden gedumpt en de mangroven zou een groot areaal zijn, dan zou het water uit dat areaal relatief schoon naar buiten komen. Dus het is een soort
verschoningsfunctie van de mangroven. Andere functie van de mangroven, en misschien belangrijk wereldwijd, is de opslag van CO2. Maar dat gekoppeld met de modderbank. Wanneer bijvoorbeeld zo'n blad valt of een dorre tak valt naar beneden toe, dan wordt die meestal, dan valt hij meestal tussen de wortels en op den duur raakt hij begraven in het modder. Omdat telkens bij elke vloed een deel van modder wordt afgezet. En modder, vooral van zo'n type, die zijn zo slecht doorlatend dat ook soms minder lucht ingaat. Met als gevolg dat de afgevallen bladeren, het organisch materiaal, daar permanent begraven blijft. En dus ook het CO2. Totdat die opgenomen wordt door andere mangrovenboom of we polderen in en we gaan dus landbouw uitoefenen. Vandaar dat er zulke rijke grondgebieden zijn. Dat is een ander voordeel van mangrovenbossen. Vasthouden van CO2 is een belangrijke, omdat hij dus 3 tot 4 keer meer CO2 vasthoudt dan een tropisch bos. Dus 1 hectare mangroven moet je vergelijken als 3 tot 4 keer hectare tropisch bos. Nadruk op mangrovenbos is daarom bijzonder belangrijk in het kader van behoud van het klimaat en het reguleren van het klimaat. De mangrovenbossen staan onder druk. Dit wordt betiteld als stressfactoren van de mangroven. Het is uitgerekend dat de mangrovenbossen sinds 1980 wereldwijd met 20 tot 35% zijn afgenomen. Dit is vooral het geval in Azië en de Amerika's. De stress of stressfactoren kunnen veroorzaakt worden door de mens en door de natuur. Stressfactoren die door de mens worden veroorzaakt zijn onder andere het kappen van mangrovenbos voor het bouwrijp maken van terreinen. Dit is slecht voor het mangrovenbos, het ecosysteem valt uit elkaar en kan zijn functies niet meer vervullen. Natuurlijke stress wordt bij mangroven meestal veroorzaakt door kusterosie. Dit komt op vele plaatsen in de wereld voor en ook bij ons in Suriname. Kusterosie of kustafslag zorgt ervoor dat er bomen omvallen. Heel veel bomen kunnen in een kort tijdsbestek worden ontworteld. Verder is inpoldering slecht voor het mangrovenbos. In het mangrovenbos ontstaan giftige stoffen die worden weggespoeld wanneer het water met vloed het bos binnenkomt en met eb weer verlaat. Maar als het mangrovenbos wordt ingepolderd, kunnen de giftige stoffen niet weggespoeld worden. Dan krijg je een concentratie aan giftige stoffen die maken dat de bomen afsterven. Een andere vorm van stress is langdurige inundatie. Dit is overstroming waarbij aardewortels van bijvoorbeeld de parwa en de akira langdurig onder water komen te staan. Als dat gebeurt, dan verdrinkt dat stukje bos. Ook een te hoog zoutgehalte veroorzaakt stress. Dit kan gebeuren in gebieden waar er een depressie is. Een depressie is een vrij laag gebied waar het zeewater kan binnenkomen bij vloed, maar er niet meer uit kan. Er vindt verdamping plaats. Het water verdampt, maar het zout blijft achter. Dit is slecht voor de mangroven. Ook een te hoge of een te lage temperatuur veroorzaakt stress. Als de temperatuur te hoog of te laag is, wordt het fotosyntheseapparaat van de mangrovenplanten kapot gemaakt. Krabben uit het systeem halen kan ervoor zorgen dat het systeem ecologisch achteruit gaat. De mangrovenkrabben hebben namelijk een heel belangrijke functie. Doordat zij holen graven in de modder, zorgen ze voor de beluchting en voor bodemontwikkeling. Ze zorgen verder voor de verspreiding van de mangrovenzaden, oftewel propagulen. Haal je de krabben uit het systeem, dan zorg je ervoor dat de keten verbroken wordt.
De mangrovenkrabben zorgen er ook voor dat de ademwortels van bijvoorbeeld de Akira en de Parwa een trigger krijgen om te groeien vanwege de beluchting in de bodem. De mangrove is in vele landen beschermd bij wet. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is er zelfs een geldboete bij het verwijderen van mangrovenbomen. Hoe is de wettelijke bescherming van de mangroven bij ons geregeld? Als we naar de wetgeving kijken, moet ik zeggen dat wij op het gebied van wetgeving redelijk voorzien zijn. We hebben een aantal hele specifieke verdragen die op het stuk van mangroven en parwabossen zijn getekend door Suriname. Dat zijn onder andere biodiversiteitsverdrag, Ramsar-verdrag, CITES-verdrag en die Rio-conventies. Wat we gedaan hebben, doordat we ze geratificeerd hebben, hebben we dus de verplichting. En die verplichting die hebben we ook daar een invulling gegeven om ze verder te implementeren, te integreren, om anders te zeggen, in onze nationale wetgeving. Op het stuk van de wetgeving met betrekking tot de strafmaat, daar vind ik persoonlijk dat het veel beter kan. Als je kijkt naar de straffen waarmee overtredingen worden bedreigd, dat het eigenlijk is ook een peanuts. Want als je uitgaat van de doelstelling van bescherming van het milieu, eentje is dat wij voor een stukje conservering gaan. Niet alleen maar voor de generatie dus nu die er leeft, maar de generaties moeten komen, dus enkele tientallen, zelfs honderden jaren na ons. En wanneer die strafmaat eentje is, dat je zo met geldboete kunt afkopen, dan is dat natuurlijk een, behalve dat kwalijke zaak, zo'n pijnlijke zaak. Dan schiet je doel voorbij. Dus mij lijkt mij dat deze overtreding met hele forse straffen bedreigt. Los van het feit dat de straf op zichzelf het doel niet realiseert, want dan is het kwaad dat geschiet. Maar dan moet het toch zo zijn dat die straf, die hoge straf, die forse straf, want eigenlijk in zijn kiem handel je tegen de levensvreugde, de kwaliteit van het leven van de mens. En dat kan je niet afdoen met een geldboete. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer is zich terdege bewust van het belang van onze mangrovenbossen. Het beleid van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer is onder andere erop gericht om zorg te dragen om ons natuurbeheer te kunnen consolideren, maar natuurlijk ook het bosbeheer. En in dat kader zijn ook de mangrovenbossen onderdeel van het beleid van het ministerie om zorg te dragen dat de biodiversiteit en het ecosysteem van de mangrovenbossen beschermd en behouden blijven. We zijn bezig om in het kader van de ruimtelijke ordening alle mogelijkheden te bekijken om bij eventuele gronduitgifte ook rekening te houden met de kustvlakte en natuurlijk ook de mangrovenbossen. In dat kader zijn we bezig een wet voor te bereiden om die gehele infrastructuur met betrekking tot ruimtelijke ordening goed in beeld te brengen, zodat wij ook onze mangrovenbossen kunnen behouden. De mangrove is veel meer dan brandhout of een sta in de weg voor uitzicht op de rivier en zee. De betiteling, de mangrove, een multifunctioneel ecosysteem, is niet uit de lucht gegrepen. Als wij de mangrove die plaats geven die het toekomt en ook daarnaar handelen, zal dit alleen maar voordelen voor ons opleveren, nu en in de toekomst. De mangrove is een plant die langs onze hele kust voorkomt, maar we zien ook dat waar hij niet voorkomt, er een geweldige kustafslag ontstaat. Het is daarom zaak dat wij hier in Suriname de mangrove kustbescherming handhaven en zo goed mogelijk intact laten. Eigenlijk moet er staan, if you cut your parwa naar een mangrovenbos, je olas alasan sai abi. En dan ga je zien wat je een kwaliteit van het leven hebt moeten inleveren. De zeespiegel stijgt. De winden worden sterker.
De golven zullen groter worden. We hebben een natuurlijke bescherming. We moeten dat behouden, we moeten dat koesteren, we moeten daarmee verder gaan. Het geeft ons meer dan dat. Ik wil ieder verzoeken om de mangrovebossen niet te kappen, niet te verwijderen, niet te vernietigen. Doe je dat, dan is het een groot verlies, niet alleen van onze natuurlijke hulpbron, met name de mangrovebossen, maar het zijn wij mensen die de grote verliezer uiteindelijk gaan zijn.